Kan je eens goed klussen? Hallo, goedemorgen! Het is woensdag vandaag en we beginnen de dag met een... Ratslag! Woehoe! Buikje! Hey Dex, waar ga je helemaal heen? Oké. Ik werd net dus gewoon aangehouden door de politie bij school. Stond er eentje op mijn motor even alle ouders te controleren. Op lichten, volgens mij. Oh no. In ieder geval, ik werd aangehouden omdat een van mijn koplampen dus stuk is. Ik heb echt geen idee hoe ik dat moet maken. Normaal breng ik Jola ook altijd op de fiets naar school. Maar dat ging even niet. Omdat, jawel, mijn lamp stuk was van mijn fiets. En het was ook nog donker. Ja, sorry hoor. Dexie loopt alle kanten op. Dus ik dacht, ja, oké, ik kan niet op de fiets. Jola, de band is ook een beetje plat en die krijg ik niet opgepompt. Wat erg allemaal. En dat vertelde ik dus ook aan de politieagent. En die zei, nou, dat is toch een luxe probleem? Toen zei ik, ja, daar heeft hij ook wel gelijk in. Het is wel een luxe probleem, maar het is wel irritant als allebei je voertuigen tegelijk geen licht meer hebben. Opeens. Niet dat ik er wat aan kan doen. Maar goed, ik heb hem beloofd dat ik het vandaag ga fixen. En geen boete gekregen. Overigens is normaal de boete, echt serieus, 140 euro. Hasje me nou. Ik heb helemaal te laten zien wat ik heb ontbeten. Dus ik laat Bart het eten maar even zien. Dat heeft hij ook voor mij gemaakt. En het is scrambled eggs met tomaatjes. En in de laatste tijd eet ik steeds vaker scrambled, omdat het dan beter doorbakken is. Met een amandelmelk. Amandelmelkje erbij. Niet om heel saai te zijn of zo, maar we gaan vandaag weer klussen. Ja, nou ja, Bart vooral. Ik met vlagen. Ik klus met vlagen en Bart klust in één stuk door. Gisteravond is de stucadoor geweest voor de offerte. En we gaan straks een afspraak maken. Dus ik ben zo blij. Ik heb er zin in. Het is weer eens autowastijd en nu heb ik eindelijk genoeg muntjes. Zo, mama die gaat de auto wassen. Zo, meteen maar eventjes de problemen van vanochtend van mijn autolampje vervangen, oplossen. Dus ik zit bij de autogarage om dat even op te lossen. Kon ik gewoon makkelijk langs. 1 hour later. Zo, Jola die mag bier uitproberen. En Jol, vind je het lekker? Ja, ik vind deze echt lekker. En we hebben ook een tester. Romy, die gaat het ook testen. Huh? Kijk, als ik zo doe. En nu door met het volgende deel, klussen. Even kijken hoe ver ik kom. Lekker schilderen. Jojo. Bart. Hey schat. Ik had het gebouwd. Kijk, hier komt dan een soort van, kijk, bij dat geheim trappetje. Dus hier. Kan je hierheen lopen en dan heb je hier, daar komt dan alle spullen. Hey jongens! Jola zegt net, hoi mam, ben je ook eens in de wereld van het klussen? Nou. Zijn we dan eindelijk opgefrist, eventjes gedoucht en wat ook bij klussen hoort is, we gaan weer naar de... Karwei. Even spotjes halen, of tenminste waar de lampjes in kunnen, dus amateurtjes voor de slaapkamer. Ik heb van die Hue lampjes met allemaal kleurtjes. En dan gaan we naar de Praxis. Trapleuningen. Trapleuningen en nieuwe stopcontacten, zodat ze hetzelfde zijn als beneden in de... En dan wilde Bart zichzelf trakteren op Chinees, omdat hij zo hard geklust heeft. En jij ook. En jij ook. En trouwens, ik heb geen idee of ik daar iets ga vinden zonder vlees, maar daar kom ik zo wel achter. Bij de Chinees. En dan neem ik kroekoek. Kroekoek zonder vlees.
Nou, dat ziet er goed uit. Ja, hè? Ja. Dit is je afstandsbediening. Om licht uit te zetten, te dimmen, vellen en aan te zetten. En als je hier meerdere keren op drukt, dan heb je bepaalde scènes. Ja, Bart is helemaal blij met zijn lampjes. Er zit een magneetje in, dus dit hoef je aan de muur en dan is het klik. Dus hij is aan het hobbyboppen. Bart's klusdag is nog niet afgelopen. It's rich. Bijna avond. En abonneren, moet je ook zeggen. Abonneren, gratis hier beneden. En ja, dat was het. Dankjewel voor het kijken. 30.000. Dus ja, hier beneden. Bijna 30.000. Nou, dat duurt nog wel even. Deze 30.000 te halen. Duurt nog wel eventjes. De milestone. Ja. Yeah. Tot morgen. Rock that joint.